Yo, Gian hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 72 hier voor onze thuiswedstrijd in Zandvoort. Nederland staat op het programma, een circuit wat ons wat goed ligt. In de kwalificatie zijn we er wel snel, maar in de race verliezen we gewoon tempo. En bij een thuiswedstrijd hoort ook een andere livery. Dit is dus de huidige auto, maar die wordt dus aangepast naar een meer oranje-achtige auto. Niet dat deze auto verkeerd is, maar dit is dan dus de nieuwe auto. Een beetje anders dan normaal, maar ik vind hem heel mooi. En bij die nieuwe auto horen ook een nieuwe pak en een nieuwe helm. Dit is dus het huidige pak en het huidige hoofddeksel. En dat wordt dus gewoon mooi aangepast naar de kleurstelling van de auto. Een beetje oranje, rood, wit, blauw is het. En dat moet het dus gaan worden. Nou ja, dat resultaat. Ja, ik heb besloten om dat dus even niet erin te zetten. We gaan dan dus eigenlijk door mooi naar de kwalificatie. Dan zien jullie ook de helm die ik gebruik. En misschien ook in Park Vermee tijdens de race als ze gaan winnen. Maar vergeet niet, Lando Norris is bloedsnel. Want in de vorige aflevering piepelde hij ons alweer voor de pole position. Spoiler alert, dat heb ik dus verteld. Maar heb je die vorige aflevering gemist? Eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop. En dan zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career content. Schakel ook een rijke belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland. Dan zijn we dus aanbeland bij Q1. Het is zwaar bewolkt, maar er is geen regen voorspeld. Dat is alleen maar goed. En dit is dus het onboard shot wat jullie te zien krijgen tijdens de kwalificatie en de race. Een meer wat blauwere thema dan normaal. Eerst was het altijd oranje, nu is het rood, wit, blauw en oranje. De kleuren van de Nederlandse vlag zitten er dus nu bij. De helm is aangepast, de handschoenen zijn aangepast. En het is heel erg mooi. We zetten een P4 neer. Op 15e van Charles Leclerc, die staat op P2. En op dit moment staan wij er niet goed voor, want Norris en mijzelf staan naar P5 en P6. Staan op P5 en P6. De Vries, helaas niet door. Dat is jammer voor onze landgenoot. Maar goed, hij rijdt ook in een hele langzame Williams. Q2 is aangebroken. Het zonnetje is al wat gaan schijnen. En wij zijn gewoon naar die soft banden gegaan. Omdat we in het begin gewoon hard moeten gaan pushen. Dus die medium band heeft niet zoveel zin. Want Lando Norris is in de afgelopen wedstrijden steeds sneller geweest in de kwalificatie. Wanneer hadden wij de pole position in handen? Onze enige tot nu toe was volgens mij China. En dat was de vorige aflevering. En Q2 brengt ons naar een P1 met een 1-8-2. We stappen naar de medium band. Russell naar P5. Dat doet hij goed. Maar Norris piepelt ons op 19e. Dat is gewoon heel, heel erg snel. Dus we moeten oppassen voor onze teamgenoot. En ons oud-teamgenoot George Russell is gewoon door naar Q3. Dat heeft hij heel goed gedaan. Dus complimenten aan George. Dat hij die lijn weet vast te houden bij zijn nieuwe werkgever. Want hij was de afgelopen 3 seizoenen onze teamgenoot. Q3. Ik verwacht gewoon veel van Lando Norris. Ik denk ook dat hij de pole position binnen gaat halen. En dat wij gewoon als P2 starten. Of Norris moet een fout maken. En dan kunnen wij misschien profiteren. Het is een P7, maar we hebben nog geen tijd neergezet. En we komen op een P2 op 17e van Lando Norris. Dus dat gat is heel erg groot. We zijn namelijk onze laatste run in Q3. Kijken of dit hem dan gaat worden. Of wij misschien toch nog die pole position kunnen pakken om het gat naar Norris te dichten. En misschien die dan voor een stunt gaan zorgen. Om de pole position dan dus te veroveren. Zet er groen bij de delta.
groen in sector 1, groen in sector 2. We komen tot een P1 met een 1-7-6. 18 halen wij eraf. Pole position tot nu toe voor ons. Maar Norris pakt het toch nog af. Op 15e. Dus van P3 naar P2. Leclerc stelt teleur. Had P2 in handen. Maar wij dus, ja, pakken die P2 van hem af. Verstappen pakt ook een positie van Leclerc af. Norris naar pole position. Dat doet hij goed. Ja, wij dus helaas na P2. Maar dat geeft niks. De race is lang. Er kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan voor onze thuiswedstrijd voor My Team Career Mode aflevering 72. Welcome along then to the North Sea coast and Zandvoort, 25 miles away from Amsterdam, and the host for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on 4 occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. A lap of this short 2.6-mile Zandvoort circuit features 14 corners, 10 to the right and 4 to the left. The main straight is 678 meters long and heads into turn 1, the Tarzan corner. With DRS down the main straight into the braking zone, that could be the best overtaking opportunity on the track. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and will start from pole position, and the Professor completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Alexander Albon, and Magnussen, Hamilton, Kvyat, Russell, and Sergio Perez, Sainz, Gasly, Sebastian Vettel, and Ocon, Stroll, Giovinazzi, Nick de Vries, and Nobuharu Matsushita. Latifi, Delatraz, Ireland, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on... Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Niet onnodige risico nemen, ondanks onze thuiswedstrijd, adviseert Jeff. We starten vanaf P2. Nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Misschien doen we een 1-stopper, als het kan. Maar anders moeten we gewoon een 2-stopper doen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 72. Voor onze thuiswedstrijd hier in Zandvoort. Onze teamgenoot Norris op P1. Wij dus op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan onze teamgenoot. Hebben we al gelijk de leiding veroverd naar de run naar de eerste bocht toe. En zo herover je dus, of pak je dus gewoon je eerste plek weer terug. Waar we eigenlijk hoorden. Alleen dat was dus mislukt vanwege de kwalificatie. Maar goed, ander verhaal kort te maken. We hebben een mooie start gehad. Omdat Norris gewoon slecht wegkwam. En dit is gewoon optimaal geprofiteerd. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Als we het dan een klein beetje lastig krijgen. Norris zet ons een beetje onder druk. Kijkt hier naar die binnenkant toe. Zit ernaast. En is er voorbij. Want hij heeft ook DRS. En we moeten hem hier helaas laten gaan. Hij blokkeert wel zijn rechter voorband. Maar dat brengt hem niet in gevaar. We kunnen Ritsmix gaan gebruiken omdat wij extra fuel mee hebben meegenomen in de auto. En kunnen hier dan misschien een aanval wagen naar Lando Norris toe. Hebben onze overtakeknop aan. Terwijl Norris een 1.11.8 laat noteren. Snelste raceronde voor onze teamgenoot. Maar we kunnen niet aanvallen. Dat is helaas jammer. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd als Norris gewoon 2,5 seconden van ons is weggereden. We maken daar een fout en Verstappen moet daar in één keer naar rechts sturen. Omdat wij daar helaas zaten. We raakten de curbstones. En Verstappen moest daar even een ontwijkingsmanoeuvre doen. Is daar in het grind beland. Is daar ook weer uitgekomen. Jazeker, want hij rijdt weer. En komt heel ver terug. Sorry Verstappen, dat was mijn fout. En ik denk dat Verstappen ook naar binnen moet voor een nieuwe neus. Dus onze landgenoot heeft of gaat het moeilijk krijgen in de wedstrijd. Wat betekent voor ons alleen maar meer pret. Want dat is een concurrent minder. Geen regen verwacht. Alhoewel het er wel donker uitziet. En droogweerbanden zijn tot nu toe nog steeds de snelste banden die er op dit moment zijn. Daardoor
rijdt Alexander Albon op P3. En wie rijdt er op P4? Kevin Magnussen. De Deen is dit seizoen in bloedvorm. Heeft al 2 podiumposities weten te halen voor Alfa Tauri. En we zetten groen in sector 1 neer. Ronde nummer 18 is het. We zitten op de helft van de grote prijs. Als mijn voorbanden eraan gaan. En Norris is al naar binnen geweest. En zit gewoon binnen 17e van ons. Norris heeft dat gat van 13 seconden gewoon helemaal dicht gereden. En nu moeten wij dus naar binnen voor onze eerste pitstop en gewoon nieuwe banden. Norris kijkt daar naar die binnenkant. Zit er ook naast. Maar wij gooien de deur daar dicht en kan niet aanvallen. Maar hij pakt sowieso die positie van ons terug. Omdat we gewoon naar binnen moeten. We krijgen daar een achterblijver in zicht. Dat is volgens mij Romain Grosjean. En Norris doet een aanval voor de leiding. Maar wij knijpen hem mooi af. Duwen hem richting het gras toe. Dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Want we komen gewoon naar binnen toe. Voor de medium banden. Want als je hier 18 ronden op de soft kan doen, dat is 50% van de race, dan moet je sowieso op de minibanden de race gewoon uitzien te rijden. We komen denk ik gewoon op P2 terug de baan op. 2,4 seconden. Matige pitstop, maar goed. Magnussen dus op P3. Rijdt weer op een podiumplek. En als het zo eindigt, dan pakken Norris, mezelf en Magnussen alweer een podium in seizoen 6. We zitten in ronde nummer 21 van de wedstrijd als we de snelste raceronde op ons naam zetten met een 1:10:08. Het gat naar Lando Norris is 13,6 seconden. Dat gat is alleen maar groter en groter aan het worden. Dus ik denk dat Lando Norris de wedstrijd gaat winnen. We zitten in ronde nummer 23 van de wedstrijd. Als we daar een blauwe vlag krijgen voor een Alfa Romeo, dat is volgens mij Romain Grosjean. Dat is Callum Ilott. Mijn fout, niet Romain Grosjean, maar Callum Ilott. Wordt op een ronde gezet door ons en gaat hier ook mooi aan de kant. Ik denk dat Lando Norris hem binnen heeft. We zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd, nog 11 rondes te gaan. Als we daar opnieuw een blauwe vlag krijgen, ik versprak me eventjes, een blauwe vlag krijgen. Maar dit keer is het voor Romain Grosjean, die daar ook mooi aan de kant gaat. Denk ik. Nou, Grosjean, aan de kant. Aan de kant. En we zijn hier niet van gediend en geven hem een klein tikje. En rijden weer in clean air. Nog 10 rondes te gaan. We zitten in ronde nummer 33 van de wedstrijd. Als het daar geel is. Het is daar geel in sector 1. Daar rijdt iemand langzaam. Dat is denk ik Lando Norris. Terwijl we Matsushita op een ronde gaan zetten. Norris rijdt daar langzaam. Hij gaat daar toch niet uitvallen, hoop ik. Nee toch? Nou, Matsushita moet aan de kant. Die gaat hier ook mooi aan de kant. En het is Lando Norris. Lando Norris, uitgevallen in de wedstrijd. Met nog 2 rondes te gaan, valt hij stil. Gooit de leiding weg. Gooit een dubbele podiumfinish voor ons weg. Gooit belangrijke punten voor ons weg. Wat jammer dit. Ontzettend jammer. En dan heb ik het liefst dat Lando Norris gewonnen had en wij als tweede waren geëindigd. Dan nu zo de race finishen. Ja, we winnen wel onze thuiswedstrijd. Maar Norris had dit gewoon verdiend. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Norris zijn auto is weggehaald. En dat betekent dat we voor het eerst dit seizoen geen dubbele punten pakken. Vanwege een uitvalbeurt van Lando Norris. Reed tot nu toe een toprace. Reed ons helemaal zoek. En om zo te eindigen is gewoon niet leuk. Weet wel dat we nu onze 4e achtereenvolgende overwinning van seizoen 6 gaan binnenhalen. Maar het is niet de manier die ik had gehoopt te winnen. Want ik had liever een stevige battle met Lando Norris gehad dan zo te winnen. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. Het is gewoon de betrouwbaarheid van de auto van Lando. Daar moet wat aan gedaan worden. We komen bij het laatste sector aan. We krijgen er gewoon een volle 3 seconden tijdstraf.
Vanwege een bochtafsnijding, dat geeft helemaal niks. We komen aan bij de laatste bocht. En dan gaan we onze thuisrace winnen. Magnussen naar P2, Albon naar P3. Maar jammer van Lando Norris. Hopen op betere tijden in Spanje. Many doubted whether they could pull off the win here in Zandvoort, but they have done. And done it in spectacular style. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd, ondanks een 3 seconden tijdstraf. Magnussen naar het podium, Albon naar het podium, Hamilton naar P4. En Gasly krijgt driver of the day, gaat naar P5, Kvyat naar P6, George Russell naar P7, Vettel 8, Leclerc 9 en Verstappen 10. Norris helaas uitgevallen, pakt wel het snelste racerondepunt, wat betekent niemand in de top 10 pakt het snelste punt. Dat is heel fijn om te zien, dus Norris heeft ons toch nog gered. 47 punten verschil naar Lando Norris. Magnussen klimt dichter naar Lando. Het gat is 54 punten verschil naar mijzelf. Dus ja, dat wordt nog wat. Maar goed, deze aflevering zit er dus alweer op, mensen. Jammer, maar helaas is Lando Norris uitgevallen. Gaat, denk ik, voor revanche in de volgende aflevering in Spanje. Heb jij genoten van deze video? Beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Dislike hem dan. Ben jij nieuw mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F21 My Team Kramd content. Schakel ook een like belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Volg me op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F21 My Team Kramd. Ga verder in Spanje.